Soms gebeurt er iets in je leven dat te toevallig lijkt. Het is bijna magisch, alsof de sterren en planeten allemaal op een rijtje staan en alles precies zo gebeurt zoals het zou moeten gebeuren. Het overkwam Carrie en Craig Kozinski, een stel uit de Verenigde Staten. Toen Carrie in het ziekenhuis terechtkwam, vroegen de dokters haar man om de kamer even te verlaten. De moeder beseft al snel waarom. Carrie en Craig Kozinski. Carrie en Craig hadden altijd al de wens gehad om samen kinderen te krijgen. Ze wilden graag een groot gezin en besloten al gauw nadat ze getrouwd waren aan kinderen te beginnen. Het leek echter niet voor hen weggelegd. Hoewel ze altijd vurig baden om in verwachting te raken en steeds maar bleven proberen, lukte het toch niet. Zodra een stel moeite heeft om zwanger te worden, komen vruchtbaarheidsbehandelingen al snel ter sprake. Zo ook bij Carrie en Craig, die het wel zeker een kans wilden geven. Maar ook dat bleek lastig. Carrie leed aan een aandoening die endometriose heet, waarbij in haar baarmoeder zwellingen en ontstekingen ontstaan die het zwanger worden bemoeilijken. Ook ging haar ovulatie niet helemaal van een leien dakje en leek het niet voor haar weggelegd om op een natuurlijke manier zwanger te worden. De artsen vertelden haar dat de kans op een biologische baby dan ook erg klein was, vrijwel onmogelijk zelfs, en dat ze misschien naar andere opties moest gaan kijken. Carrie en Craig waren er kapot van, maar dit betekende niet dat ze hun kinderwens zomaar zouden opgeven. Carrie was zelf als kind geadopteerd en adoptie behoorde dus ook zeker tot de opties voor het stel. Dit was nu waar ze zich op zouden richten. Een kind adopteren is echter ook niet al te makkelijk. Er komt veel bij kijken, zoals papierwerk, allerlei controles en heel veel wachten. Wat er toen echter gebeurde, had geen van beiden ooit kunnen dromen. Want als uit het niets nam een oude jeugdvriendin van Carrie opeens contact met haar op. Ze praatte een tijdje bij en de vriendin vertelde Carrie dat ze zwanger was. Carrie voelde toen even een steek van jaloezie. Hoe kwam het dat anderen maar zo gemakkelijk zwanger werden en zij niet? Het kan soms allemaal heel oneerlijk lijken. Maar dat gevoel duurde niet lang, want de vriendin vertelde vervolgens dat de tweeling die ze zou krijgen ze eigenlijk niet wilde. Ze had al twee kinderen, ook een tweeling, en had niet de financiële middelen om goed voor alle kinderen te zorgen. Het leven was zwaar voor haar en de gedachte dat ze binnenkort twee extra monden zou moeten voeden bezorgde haar veel stress en zorgen. Dus wat denk je? De vriendin vroeg toen heel serieus aan Carrie of zij het misschien zou overwegen om haar tweeling te adopteren. Carrie was even helemaal van de kaart. Ze zei dat ze erover moest nadenken en het er natuurlijk met Craig over moest hebben. Ook hij was even helemaal verbouwereerd. Deze kans kwam zomaar ineens uit de lucht vallen. Ze zouden als bij een wonder opeens twee kinderen kunnen krijgen, een kleine tweeling om voor te zorgen. Het leek te mooi om waar te zijn, maar ook een enorme stap en een grote verantwoordelijkheid. Maar na een paar dagen overleggen en overwegen zeiden ze toch ja. Ze wilden echter wel een slag om de arm houden en de tweeling aanvankelijk tijdelijk adopteren als een soort pleegouders. Zo zouden de baby's wel gelijk een goed tehuis hebben en de beste zorg krijgen, maar zouden ze altijd nog anders kunnen besluiten als het blijkt dat het gezin toch beter af is zonder elkaar. Ze namen weer contact op met de vriendin en al snel werden de benodigde procedures in gang gezet. De tweeling werd uiteindelijk geboren via een keizersnee op 28 februari 2014 en kregen de namen Adeline en Kenna. Al snel mochten de twee meisjes met Carrie en Craig mee naar huis en het stel kon hun geluk niet op. Hun droom was uitgekomen, ze hadden twee kinderen en waren nu een echt gezin samen. Al snel beseften ze dat ze helemaal geen proefperiode nodig hadden en wilden ze de twee meisjes permanent adopteren en ze voor altijd bij zich houden. Ze waren nu ouders geworden en konden niet gelukkiger zijn. Dit gevoel wilden ze nooit meer opgeven. Het verhaal wordt echter nog gekker. Als je goed hebt geluisterd, dan weet je dat de tweeling Adeline en Kenna jarig is op 28 februari. Nu wil het zo zijn dat hun oudere biologische broertje en zusje, de eerste tweeling die de jeugdvriendin van Carrie had gekregen, ook op 28 februari via een keizersnee geboren was, maar dan in 2013. Twee tweelingen die precies een jaar met elkaar schelen en op dezelfde dag jarig zijn. Het is bijna te toevallig. Maar het is wel een triest idee dat de tweelingen apart van elkaar opgroeiden. Hier zou echter snel verandering in komen. Een jaar nadat Carrie en Craig Adeline en Kenna hadden geadopteerd, kregen ze namelijk nog een telefoontje van de vriendin van Carrie. Het ging niet goed met haar en ze had moeite om de eindjes aan elkaar te knopen elke maand. Ze voelde dat ze ook voor haar oudste tweeling niet goed genoeg kon zorgen en vroeg aan Carrie of ze zou overwegen om ook hen te adopteren. Weer stond het stel voor een enorme beslissing. Ze hadden nu twee kinderen en zouden er opeens nog twee bij kunnen krijgen. Een tweeling
die bovendien het broertje en zusje van hun eigen kindje zijn. Het duurde niet lang tot ze beseften dat ze dit moesten doen. Dat ze gewoon ja moesten zeggen. Ze voelden op de een of andere manier dat dit misschien gewoon voorbestemd was. Dat dit allemaal onderdeel van een groter plan voor hun leven was. Op deze manier konden ze Adeline en Kenna verenigen met hun biologische broertjes en zusjes, die JJ en Cece heten, en breidden ze hun gezin in één klap uit met nog twee kindjes. En zo geschiedde het. Ook de oudste tweeling kwam nu onder de hoede van Carrie en Craig, die dolgelukkig waren. Zo zou het toch nog lukken om een groot gezin te hebben en ze konden niet minder van hun geadopteerde kinderen houden dan wanneer het hun eigen kinderen zouden zijn geweest. Ze waren ondertussen ook vastbesloten om de adoptie permanent te maken en om de kosten van de viervoudige adoptie wat te dekken, startte Carrie een GoFundMe-pagina. Velen hielpen het gezin met het inzamelen van geld en de procedure om JJ, Cece, Adeline en Kenna officieel en voor altijd Kozinski's te maken werd gestart. Toch leefde de droom om ooit ook biologische kinderen te hebben nog steeds bij Carrie en Greg. Ze hadden het nooit opgegeven en zijn het blijven proberen met in vitro fertilisatiebehandelingen. En je hoort het misschien wel vaker, zodra een stel de focus verlegt en adopteert in plaats van probeert met alle macht zelf zwanger te worden, gebeurt het onmogelijke. Zo ook bij Carrie, die opeens het goede nieuws ontving dat ze zelf zwanger was. En van een tweeling nota bene. Greg en zij konden het bijna niet geloven. Dit hadden ze al lang niet meer verwacht en ze hadden ondertussen al 4 kinderen. Dat zouden er zo opeens maar liefst 6 worden, een flink gezin, hoe je het ook wendt of keert. Toch waren ze dolblij natuurlijk, nu zouden al hun dromen werkelijkheid worden. Waar ze een paar jaar geleden nog kinderloos waren, kwamen ze nu bijna om in de rijkdom van het ouderschap. De zwangerschap liep gelukkig voorspoedig, tot Carrie op een dag steken in haar onderbuik voelde. Het was nog te vroeg voor de geboorte, ze zat pas in week 25 van haar zwangerschap. Het voelde ook helemaal niet goed en Craig reed haar linea recta naar de eerste hulp. Zou het dan toch nog misgaan? In het ziekenhuis aangekomen werd Carrie gelijk opgenomen. Dan, na een controle van haar baarmoeder, vroeg de arts of Greg de kamer wilde verlaten. Het was een grote schok voor Carrie. Wat was er aan de hand? Ook Greg vond het niets om zijn vrouw te verlaten, juist nu ze hem zo hard nodig had. Wat was daar de bedoeling van? Maar al snel beseft Carrie waarom Greg moest vertrekken. Haar baby's bleken in levensgevaar te zijn. De hartslag van de baby's was veel te laag en de artsen vreesden dat ze het anders niet zouden overleven. De baby's moesten allebei op dat moment uit haar buik gehaald worden, met een nood-C-sectie. Ze zou gelijk geopereerd worden en Craig kon de procedure niet persoonlijk bijwonen. Hij zou alleen maar in de weg staan en de kans op infecties vergroten. Omdat het nog veel te vroeg in de zwangerschap was en de baby's pas in juni uitgerekend waren, moesten de twee meisjes na hun geboorte allebei meteen naar een couveuse op de neonatale intensive care afdeling. Daar zouden ze de komende weken doorbrengen, tot ze genoeg aangesterkt waren. Ze waren allebei erg klein en prematuur en hadden nog een lange weg te gaan. Zodra hij weer mocht naar de operatie, kwam Greg gelijk terug naar de ruimte waar Carrie lag. En ze waren allebei blij om weer samen te zijn. Het was allemaal zo snel gegaan en zo onverwachts. Carrie dacht dat ze nog weken zwanger zou zijn geweest. Het zou nu even spannend worden, want niet alle kindjes die zo vroeg geboren worden overleven het. De twee meisjes, die de namen Clarissa en Caroline kregen, waren nog erg klein en zwak en moesten goed in de gaten gehouden worden. Ze kregen de beste zorg in het ziekenhuis en langzaam maar zeker begonnen ze te groeien en sterker te worden. Na een aantal weken waren ze buiten levensgevaar en nog een aantal weken later mochten ze naar huis met hun dolblije ouders Carrie en Craig. Thuis was het nu een dolle boel met al 4 adoptiekinderen en nu nog 2 biologische kinderen, in totaal wel 3 drielingen. En dat het allemaal tweelingen waren, was niet eens het grootste toeval in dit verhaal. Je zult namelijk niet geloven dat Clarissa en Caroline uiteindelijk totaal onverwachts op precies dezelfde dag waren geboren als hun adoptiebroertjes en zusjes. Het is ook bijna niet te geloven, maar de dag dat ze in het ziekenhuis ter wereld waren gekomen was precies 28 februari. Wie had dat ooit kunnen verzinnen? Voor Carrie was het geen toeval. Die is ervan overtuigd dat het allemaal voorbestemd was, dat zij deze 6 kinderen in haar leven moest hebben en dat ze daarom allemaal hun verjaardag op exact dezelfde dag hebben. Kun je je voorstellen wat het elk jaar voor feest is in het Kozinski huishouden op 28 februari? 6 kinderen die allemaal tegelijk hun verjaardag vieren. Dat moet een knaller zijn. Carrie hoopt een familietraditie te starten, iets dat ze elk jaar met het hele gezin kunnen doen op die ene speciale dag. Het geluk van Carrie en Greg werd uiteindelijk helemaal compleet toen ze in 2019 de adoptie van hun 2 eerste tweelingen officieel wisten te maken. Hun verhaal werd overal in de media gedeeld en Carrie krijgt de vraag wel eens of ze het gepland had zo, met alle verjaardagen op dezelfde dag. Maar nee, natuurlijk niet.
Over de geboorte van de twee eerste tweelingen had ze weinig invloed gehad. En de derde tweeling had natuurlijk pas in juni geboren moeten worden. Carrie hoopt wel dat mensen met haar verhaal anders naar adoptie gaan kijken en het wellicht ook overwegen wanneer ze zelf moeite hebben om zwanger te raken.